Hallo allemaal. Als jullie gisteren naar het Sinterklaasjournaal hebben gekeken van het Leudal, dan hebben jullie gezien dat er bij die intocht in Heidhuizen heel wat aan de hand was. Daar was een Zwarte Piet iets aan het zoeken. Ja, Antoinette, ik was op zoek naar Americo. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen jullie Americo nou vergeten? Ja, dat komt door Klungelpiet. Klungelpiet zou zorgen dat Americo op de pakjesboot zou komen. Ja, maar ja, is dat dan voor een Piet, die Klungelpiet? Klungelpiet is een hele lieve Piet. Maar hij klungelt af en toe een beetje veel. Ja. En nou is hij het berg vergeten op de boot te zetten, ja. Precies. Dus ja, dat is nu wel een probleem. Ja. En waar is die Klungelpiet nu? Ja, in Spanje. En het paard? Bij Klungelpiet in Spanje in de stal. Ja, maar dan kun je hem toch gewoon opbellen? Was het maar zo simpel. Hij heeft geen telefoon. Hij is meer van de computers en de tablets en dat soort dingen al. Oh, ik begrijp het. En Sinterklaas weet hier natuurlijk niks van, hè? Nee, Antoinette, want als Sinterklaas dit hoort, dan wordt... Zeg Piet, heb jij nog aan die wortel, die extra wortel voor Americo gedacht? Ja, Sinterklaas, dat heb ik. Piet? Je hebt eraan gedacht. Ja, en die ga ik hem dadelijk geven. Hij is goed hier gekomen. Hij krijgt zijn wortel. Hij gaat daarna eventjes rusten, zodat hij klaar is voor de komende dagen. Hij is zeker weten goed aangekomen. Ja, Sinterklaas, hij is goed aangekomen. Nou, dan ga ik ook nog maar even rusten. En dan ga ik morgen nog eens even kijken hoe het nou met Americo is. Is goed, Sinterklaas. Nou, Piet. Welterusten, Sinterklaas. Welterusten, Piet. Welterusten. Jij maakt het ook niet te laat, hè? Nee, Sinterklaas. Dat komt wel goed. Zo, Piet. Dat was op het nippertje, hè? Oh. En hoe gaat het nu verder? Ja, dat is mijn probleem dus ook. Ik weet het niet. Meneer Pastoor. Hallo, dag Antoinette. Goeiedag. Gaat u even zitten? Dankjewel. Ja. Dankjewel. De deur stond open en ik ving iets op van een probleem. Ja, dat mag je wel zeggen. Ze zijn vergeten Americo, het paard van Sinterklaas, op de boot te zetten. En nou is dat nog in Spanje. En onze Piet die krijgt geen contact met die Klungelpiet, want hij weet niet hoe die dat moet doen. Ik heb een idee, maar... Het is een kerkelijk oplossing. We kunnen bidden natuurlijk tot de heilige Antonius voor de verloren voorwerpen. Misschien helpt dat. Kaarsje? Dat kan. Maar, dag Piet, ik heb een ander idee. Weet je nog, Antoinette en Piet, vorig jaar was er dat pepernotenvirus. Ja, dat weten we nog wel. En toen was er toch zo'n whiskit, de burgemeester. Ja, dat klopt. Wat een goed idee. Die zou Piet... En Antoinette, misschien jullie kunnen helpen met contact leggen, want ik geloof dat dat was ook het probleem. Ja, dat was het probleem. En de burgemeester is heel goed met computers, is een echte whiskit, hè? Oh, bedankt meneer Pastoor. Graag gedaan, Piet. Nee, wat een goed plan. Weet u wat ik doe? Ik ga meteen op de fiets naar het gemeentehuis en ik ga de burgemeester om raad vragen. Dat is goed. En ik ga een kaarsje aansteken. Hoi. Ik ken u toch? U bent van het Sinterklaasjournaal. Ja, dat klopt. Oh, wat fijn dat ik u weer eens zie. Antoinette, geloof ik. Ja, dat klopt. Maar, hoe is het met u? Goed. Fijn. Kom binnen, zeg. Ja, oké. Dank u. Antoinette, kom eens fijn binnen. Ga maar zitten. Ja, dank u. Het is al lang geleden dat ik jou gezien heb.
Ja, het is een jaar geleden, maar... Oh, gaat de tijd toch snel, hè? Ja. Maar er is weer een probleem, hè? Dat weet je niet. En nou heeft meneer Pastoor me naar u gestuurd, omdat u heel veel verstand heeft van computers en zo. Weet u nog wat voor? Ja, ze noemen wij de Wiskit, hè? Ja, inderdaad, inderdaad. Zo, dat was even een goed plan van meneer Pastoor, om naar die burgemeester te gaan om raad te vragen. Maar ik vraag me wel af, zal het de burgemeester lukken om contact te krijgen met die klungelpiet? En wat gebeurt er als Sinterklaas erachter komt dat Americo niet hier is? Zijn jullie ook zo nieuwsgierig? Nou, dan kijk je morgen weer naar het Leudal Sinterklaasjournaal. Dag!